Dag dames en heren. Zondag was een prachtige dag in Nederland. En ook vandaag begon de dag nog op diverse plaatsen met zonneschijn. Zoals hier in Twente, in de omgeving van Enschede. Weliswaar al wel wat bewolking zichtbaar, maar het zonnetje brak nog even goed door. En die opklaringen zien we ook op de satellietplaat. Want halverwege de ochtend was het vooral in het noordoosten van Nederland nog opgeklaard. In het zuiden en westen, daar was al duidelijk meer bewolking aanwezig. De bewolking komt vanuit het zuiden opzetten en daar zitten inmiddels ook al een aantal buien. Vanmorgen vroeg nog, voornamelijk. Boven België, ook plaatselijk langs de westkust. En als we de hele zaak in beweging zetten, dan zien we dat die buien vanuit het zuiden naderbij komen. En vooral in de opklaringsgebieden kan de temperatuur nog aardig oplopen. Dat zou wel eens de voedingsbodem kunnen zijn voor een paar wat pittigere buien, misschien ook wel met wat onweer. Maar vanmiddag neemt dus de bewolking toe. Volgen buien, vooral in het oostelijk deel van Nederland kan daar ook onweer bij komen. En het noordoosten krijgt ook later vanmiddag echt wel met die buien te maken. Maar voor de buien uit kan de temperatuur nog wel oplopen. Naar zo'n 21 tot plaatselijk 24 graden. De wind uit oost- of zuidoostelijke richting zal in de loop van de middag wat gaan aantrekken. Vanavond draait hij dan naar het westen. Dan trekken de, de buien ook via het noorden het land uit. Maar helemaal droog wordt het niet. Dus ook vanavond is het toch verstandig om nog af en toe de paraplu mee te nemen. Morgen, een dag met een afwisseling van zonneschijn en wolken. en ook af en toe een bui tussen de buien door. Genoeg ruimte voor de zon en temperaturen van zo'n 18 graden nog in het binnenland. Maar tijdens buien ligt de temperatuur wat lager. En bij dat alles een wind uit zuidwestelijke richting, die aan zee soms vrij krachtig of krachtig is. Windkracht 5 tot 6. De komende dagen geen stabiel lenteweer of zomerweer. Nee, het is wisselvallig. Maar de meeste regen valt de komende dagen vooral tijdens de nachtelijke uren. Dus overdag is het zo goed als droog en breekt af en toe de zon heel mooi door. Wel zien we dat de temperaturen in eerste instantie nog op zo'n 18 of 19 graden zitten. Maar tijdens het lange hemelvaartweekend gaat de temperatuur verder omlaag. Tot uiteindelijk een middagtemperatuur van slechts een graad of 15. Fijne dag verder.